Hallo en welkom bij een nieuwe vlog, een nieuwe week. Heerlijk, ik voel het. Ik heb zin in deze week. Ik voel me gewoon weer helemaal top. Ja, dat was natuurlijk al vorige week of vorige vlog dat ik me natuurlijk wel weer beter voelde. Maar ik ben nog helemaal in dat ik het besef van yes, ik ben weer beter, ik kan weer dingen doen. Ik had natuurlijk gewoon ja, echt vorige week 3 dagen of zo plat gelegen. Door zo'n hels buikvirus. Maar ik heb iets heel leuks besteld. En dat is net binnengekomen. Namelijk een nieuwe blender. En ik heb hier heel veel over gehoord. Voordat ik een nieuwe blender wilde kopen, dacht ik van nou, ik ga even research doen. Want een blender, ja, dat koop je natuurlijk niet elke week. Dus ik wilde gewoon echt een goede, mooie blender. En toen heb ik dus, ik ken de eigenaar Jan van Jacob's Juice. En die, nou ja, die doet niks anders dan de hele dag sapjes blenden en dingen. En die zei dus dat dit, deze blender, ik ga hem nu unboxen, van Magimix, echt waanzinnig goed is. Hij zei, ik had allemaal helemaal nieuwe ook gekocht die vet duur waren, weet je wel, weet ik veel, 600 euro of 1000 euro. En hij zei, nou, die vallen gewoon in het niets bij de Magimix. Dus ja... Ik ben heel benieuwd. Hij zei ook van je kan er alles in gooien. Crushed, weet je wel. Bevroren avocado, ijs. En hij maakt alles gewoon tot sap. En hij gaat niet kapot. Ik ga hem even openmaken. Weet je wat er met de oude blender is gebeurd, jongens? Dat was een plastic ding. Dus Wolf, die zat daar. Dat kwam uit de vaatwasmachine. Dus Wolf had hem zo lekker gepakt en zo. En opeens rent hij naar de gang. Gaat hij naar het hekje van de trap, traphekje, staat hij dus daarboven en hij gooit gewoon die hele blender, of dat ding, gooit hij naar beneden van de trap af. Nou, wat denk je? Helemaal kapot, allemaal barsten in. Dus dat was natuurlijk mijn call, dat ik een nieuwe moest kopen. Want ja, ik ben iemand die heel veel de blender gebruikt. Ik vind het gewoon te chill. Om lekkere sapjes te maken en soepen. Hier gaan we. Nou, dit haat ik dus. Hoe krijg ik dit eruit? Zo, bam. Bam. Oh, looking good, looking good. Is hij wel in het besje? Al onze apparaten, voor de broodrooster, de waterkoker, die zijn in een hele mooie soort crème kleur. Dus ik heb deze... Maar hier op het plaatje staat zilver. Oh nee. Heb ik in het crème gekocht. Oh, dat geluid. Daar kan ik echt niet tegen. Het is net als met je nagels over de bord. Yes! Oh my god. Gelukkig. Kijk eens even. Zang. Wat een lekker ding. Oh, en dit is van glas. Oh, nice dit. Oh my god, ik ben obsessed! Ik heb zoveel zin om wat te maken. Sorry, maar ik word hier dus heel blij van. Deze gaat ook zo mooi staan in onze keuken. Oh, ik ga hem gelijk even hier neerzetten. Wat vet! Tada! Oké, nu ga ik even kijken wat hij allemaal kan. Oh ja, hier heb je ook ice, smoothie, al wat vet, soeps, dessert. En ik vind het ook chill dat er gewoon 3 knoppen zijn. Stop, auto en puls en niet 500 knoppen. Dat je denkt, ja, wat moet ik in godsnaam gebruiken? Maar dit is echt gewoon voor debielen zoals ik gemaakt. Dus dat is top. Nou, wat leuk. Je krijgt er ook gewoon helemaal een mooi boekje bij met zo'n hardcover met 88... recepten voor juices en soepen en zo. Nou, ik ga hem natuurlijk meteen testen. Ik had nog wat jus in huis, spinazie. Wat er precies in zit, 2 handjes spinazie. Jus, ongeveer een blokje van 2 bij 2 centimeter gember. En een hele appel. En nog wat mixen van Your Super. De Energy Balm en de Super Green. En dan gaan we mixen. Ik zal trouwens wel even een linkje toevoegen in de beschrijving van deze video. Waar je hem kan kopen.
Oh, dit is zo'n verschil met dat ding wat ik had. Oh, ik hoor het al aan alles. Ja. Dit is een sick ding. Is dat die van Jacob? Helemaal van jou. Ja, dat was tip, ja. Nou, daar gaan we. Ik vind dit altijd het allerlekkerste moment. Rats. Oh, wat chill dit. Prachtige structuur. Nou, ik kom nog net niet klaar op deze smoothie. Mmm. I love it. Cheers. Ja hoor, je ziet het goed. De kerstboom is weg. We hebben hem eindelijk afgetuigd. En ik moet zeggen, het heeft gelijk een hele andere vibe, deze woonkamer. Veel beter zonder dat ding. Ik weet niet, ik hou zo van kerst, maar ik kon hem gewoon niet meer zien. Ken je dat? Ik heb schoenen besteld, sneakers voor Wolf en Luca. Kijk nou. Oh, ik vind dit echt het einde. Zo snoevig. Niet normaal, I can't. Ik heb dus in maat 24, maar ja, dat ziet er wel heel groot uit, to be honest. Maar goed, dan bewaar ik ze gewoon, voor als ze wel passen, want Luca heeft nu 23. En deze Reebokjes. Wout twijfelt over deze. Ik vind ze een beetje gabber. Oh, jaren 90. Ja, een beetje hardcore gabbers. Ja, wie weet zijn het wel gabbers, onze jongens. Ja, dat is waar. Dan moeten we ook een echte Aussie voor kopen. En deze zijn wel leuk. Hè? Kijk. Of een Cavello. Ken je die nog? Cavello? Ja, een Aussie en een Cavello. Ken je dat niet? Nee. Dat was het gabber tijdperk. Ik mocht dat niet van mijn moeder. Wilde ik heel graag. Ja, en terecht. Haar eraf scheren, alles. Daarom heb ik dat nu maar gedaan. Hey, je bent nu gewoon een gabber. Ja. Nou, laat mij even met rust maar lekker een boek aan lezen. We hebben ook allemaal nieuwe boeken. Haal je tijger maar over haar buik. Ja, zachtjes. Zo ja. Dan valt ze lekker in slaap. Ben je lekker aan het oefenen? Een funzig boek. Nou, ik vind deze wel heel leuk. Wat vind je dan van deze? Ja, die vind ik te gek. Die zijn een beetje retro. Ja, toch? Ja. Dus die zwart-witte vind ik gewoon, ik vind ze iets, ja, gewoon iets te... Ja, ik kan ze terugsturen. Te nieuw. Dat is het gewoon een beetje. Die ja. Zijn meer retro. Dit is letterlijk één dagje speeltuin, dan zijn ze goor. Nee. Ook het model. Kijk even naar die andere. Je snapt het niet. Dit gaat om... Ja, oh zo bedoel je. Hier fashion les gaan geven. Oh. Hey. Nee, en die Adidas. Als je zo doorgaat, ga je zonder eten naar bed. Doe toch. En dat vaste. Die Adidas, die zijn echt ook helemaal retro. Zo ja. Jaren 90. Ja. Adidas. Oké, nou, fashion police, we get it. Doei. Nou ja, mijn mening, hè? Meer niet. Wat vind je er zelf van dan? Piss er eens overheen? Piss ik er overheen? Ja, even je mening geven. Piss jij er eens overheen? Nou zeg, ik vind ze geweldig en ik vind dit de minste, ja. Nou, zie je, dus dat ben je wel met me eens. Maar ik kan niet helemaal zeggen waarom. Ik wel, de lift, die is te groot. Dat is als dat nou vetertjes waren geweest of ook dubbele gespjes, zoals die ander, zie je, die heeft dubbele gespjes, dan was die top geweest. Nu is het net niet. Nou, dankjewel. Jongens, als jullie nog advies hebben voor mode, dan stuur een DM naar Wout. Ik heb een kans, dus wil je alsjeblieft even stoppen met filmen en even de koek staan? Nee, dat gaan we juist even filmen. Nee, dat is een hele belangrijke kans. Ik doe namelijk Decor bij Louise. Ja. Dat is eigenlijk een vrouwenprogramma, maar ja, aangezien ik zoveel vrouwelijke hormonen heb, vond ik het zelf ook een goed idee om te gaan doen. Ik vind het ook goed dat je het doet. Ja? Ja, het is een soort therapie. Het is zeker therapie. Het gaat echt over eventjes diep naar binnen, daarmee heet het Decor. Echt even naar jezelf kijken. En wat je nou eigenlijk in godsnaam allemaal aan het doen bent. Zo, ik heb de kids in bed gelegd en Wout is de deur uit, want die is aan het trainen in Leiden, aan het voetballen. En ik ga even lekker voor mezelf koken. En er zit een soort van pizza maaltijd bij de HelloFresh. Heb ik uitgekozen. En daar heb ik zoveel zin in. Ik denk dat Bout helemaal gaat balen dat ik hem nu al ga maken. Maar ik heb gewoon echt zin hierin. Ik heb de oven al aangezet. Kijk, dit is het. Platbroodpizza met champignons en mozzarella. En allemaal groentes. En hij is in 25 minuutjes klaar. Maar
dat is natuurlijk ook over tijd. Dus volgens mij heb je dit zo gemaakt. Helemaal chill. Even mijn haar in een staart. Je krijgt HelloFresh altijd in een gigantische doos met daarin zakken. En elke zak is een maaltijd. En ja, ik weet niet of er mensen zijn die dan echt alles uit de zak halen en het in een ijskast uitstellen. Maar ik ben echt iemand die gewoon alle zakken zo in de ijskast legt. Vind ik zo chill. Want dan hoef ik niet helemaal nu te gaan zoeken wat er ook weer allemaal op de ingrediëntenlijst zit. Maar ik pak het gewoon allemaal chill. Champignons. Paprika, verse basilicum, mozzarellaatje, oh, ik heb hier zin in, tomatensaus, kaas, of course, en knoflook, we like, en een ui. Oké. Hoor ik daar een kind? Nee. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Let's do this. Oké, ik heb alles gesneden. Dat ging eigenlijk best wel snel. En nu moet ik wat dingen bakken. En dan mag het denk ik allemaal op de pizza en is het klaar. Tenminste, mag het de oven in. Oké, ondertussen moet ik de passata, de tomatensaus mengen met de oosterse kruiden en knoflook. Het wordt namelijk een soort oosterse pizza. Zo. Even de champignons bakken. Ik zat dus te denken, ik kook nu ongeveer 1,5 jaar met HelloFresh. Ik laat elke week 3 maaltijden komen. Want ik wil de andere dagen open laten voor ja, eten bestellen. Of als je uit eten gaat of bij anderen eet, weet je wel. Dus voor ons is 3 recepten of 3 maaltijden is echt perfect. En ik vind het ook zo chill. Ze hebben gewoon elke week 10 verschillende vegetarische gerechten. Dus in totaal zijn er volgens mij 30 gerechten en daarvan zijn dus 10 vegetarisch. Dus het is echt letterlijk voor iedereen wat wils. Je hebt gerechten met vlees, met vis, vegetarisch, vleesvervangers zitten erbij. Ik noem dat altijd nepkip of nepvlees. En je hebt super uitgebreide recepten dat je echt ook een feestje op tafel zet. Maar je hebt ook recepten die vet lekker zijn en die gewoon in 20 minuutjes te maken zijn. Deze is dus 25 minuutjes. Ik vind eigenlijk alles wat onder 30 minuten zit, onder het half uur, vind ik chill. Mag ik dit lekker gaan besmeren? Maak er 2, want ik weet nu wel dat ik er 2 eet. Maar volgens mij heb ik 4 pannenkoeken gekregen. Dus dat klopt ook wel. Als Wout mee had gegeten, dan had ik er sowieso 4 gemaakt. Ik heb ook nog flink wat saus over. Misschien ga ik ze gewoon maken voor als hij terugkomt. Dat zou wel heel lief van mij zijn. Dan heeft hij altijd nog mega honger naar voetbal. Nou, dit begint wel op iets te lijken. Wat ik ook heel fijn vind, dat ongeacht welke maaltijd je neemt, er zit altijd heel veel groente in. Volgens mij iets van 200 gram of zo per persoon. Ah, wat heerlijk dit. En het zit in de oven. En nu moet het, hoe lang? Even kijken. Het moet 7 tot 8 minuten in de oven. Basilicumblaadjes fijn hakken. Oh my god, jongens. Kijk even hoe lekker. Zoveel zin hierin. Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Dit is toch eigenlijk gewoon veel lekkerder dan een pizza bestellen, jongens. Als je dit zo ziet. Ik ga heerlijk genieten van deze pizza. In ieder geval, ik heb natuurlijk ook nog een kortingscode voor jullie. En dat is Fresh Elise 75. En daarmee krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste 4 boxen. Dus hoe het werkt, je gaat gewoon naar hellofresh.nl. Daarmee kan je dus jouw boxen samenstellen. En hoe meer boxen je neemt, hoe hoger de korting. En hoe beter je natuurlijk kan uitproberen of het wat voor jou is. Maar ik krijg best wel vaak ook de comments van, oh my god, door jou ben ik HelloFresh gaan koken en I love it. Of als ik bijvoorbeeld maaltijden deel, dat ze zeggen, oh ja, die heb ik ook gemaakt deze week. Dus echt leuk om te horen dat, dat veel mensen aan het uitproberen zijn. Even proeven.
Oh. Lekker. Ja, echt zeg maar een pizza, maar dan ja, echt met een oosters tintje. I love it. Oh, die kaas. Ik moet helemaal denken aan dat ik op mezelf woonde. Want toen ik op mezelf woonde, ook al was ik student, ik kookte eigenlijk bijna altijd voor mezelf. Ook al was ik alleen. En dat was, ja, ik weet niet, het was gewoon een soort van rustmomentje van de dag of zo. Dat je gewoon lekker, ben je alles zo aan het voorbereiden, aan het koken. En je, ja, ik weet niet, ik vond het altijd wel heel lekker. Ik weet dat heel veel mensen, als ze in hun eentje zijn, dat ze dat echt zo aan relax vinden om dan voor jezelf te koken. Maar ik kan nu echt zo genieten van wat ik heb gemaakt en dat het helemaal zo vers is en soort van gezond. Mm. Mm. Ik ga even genieten. Daarna heel hard daar op de bank chillen. Heerlijk. Ga je? Ja. Goedemorgen. Ik ga nu naar de tandarts voor een Invisalign beugel. Ja. Ik heb dit dus al een keer gehad. Net voordat ik met Wout ging daten, kreeg ik dus een Invisalign. Kreeg ik ook van die puntjes hier, weet je wel. Zodat het goed vast blijft zitten. En toen waren we dus aan het daten. En ik was me zo, zeg maar, bewust van mezelf. En ik voelde me helemaal soort van onzeker erdoor. Dat ik dat ding in mijn mond had en zo. En ik dacht gewoon, holy fuck, Wout is gewoon, dat is de liefde van mijn leven. Ik moet nu gewoon met alles flieken. Dus toen had ik hem eruit gehaald. Of eruit laten halen door de tandarts. Dus ik heb het in totaal een maand gehad of zo. Ik was gewoon te ijdel eigenlijk, daar komt het op neer. En ik dacht, ik moet op mijn allerbest zijn. Dus dat is het eerlijke verhaal. Maar goed, nu 2 kinderen verder denk ik, ja hoor, we kunnen weer met die beugel beginnen. Want mijn hele tanden, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dit slijt helemaal af. Dus ze worden gewoon korter. Kijk. En deze twee, die staan zeg maar heel erg naar binnen. Die moeten weer naar buiten worden gedraaid. Want dan krijg je optisch zeg maar een bredere glimlach. En hier beneden staat het ook schots en scheef. Dus het wordt echt tijd om ja, vooral dit iets naar voren te zetten. En dit iets volgens mij naar binnen. Dat is het belangrijkst. Dus dat ga ik nu doen. Kijk er niet naar uit. Moet het een jaar? Maar ja, dan denk ik wel eens een jaar op je leven. Als daarna gewoon je tanden er vet goed uitzien. Plus, ze slijten gewoon letterlijk af. En dat is gewoon, ik wil niet over 15 jaar gewoon zulke mini kleine afgesleten tandjes hebben. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik het nu doe. Nou, ik ben aangekomen bij de tandarts. Helemaal chic hier. Gaan we even wachten. Zo, ik ben weer thuis en ik moet heel erg wennen, want ik ben als een gek aan het slissen. Het slissen, dat gaat vanzelf weer over, maar ik moet natuurlijk nu heel erg wennen. Maar ja, dit is het. En hier zitten ook nog dan die puntjes op je tanden, waardoor het vastgeklikt is. Dat moet, helaas. Maar ja, als je het van een afstandje ziet, dan valt het nog wel mee. Maar ik moet nu gewoon heel erg wennen. Ik moet hem 22 uur per dag in. En wat me wel meeviel, ik dacht dat je hem ook uit moest doen als je bijvoorbeeld thee drinkt of een wijntje. Maar dan moet je hem gewoon inhouden. Ja, niet als je 8 uur lang wijn gaat zuipen, dan natuurlijk niet. Maar als je bijvoorbeeld ja, gewoon een kopje thee wil drinken, dan kan je hem dus inhouden. Nou, dat wist ik dus helemaal niet. Maar het mag niet in contact komen met suikers, volgens mij, zei ze. Maar thee is dus geen probleem, dus dat vind ik wel chill. Want dan zit je er niet de hele tijd zo mee te hannissen, weet je wel. Nou, ik ga er maar even aan wennen en ik hou jullie op de hoogte. Oh my god, het is hier zo schoon. Hier word ik nou zo blij van.
De schoonmakers die zijn net geweest. Het is alleen een kwestie van, nou ja, een uur dat het zo blijft. En dan voor je het weet is het weer één grote bende. Maar ik geniet hiervan. Het ruikt ook helemaal naar zeep hier. Oh, speelhoek ook helemaal netjes. Ja, dit is wel echt een feestje. Love it. Hier word je toch blij van. Was het nou maar altijd zo opgeruimd, hè? Kon dat maar zo zijn. Ik ga even wat eten maken. Ja, dat ga ik doen. Even kijken. Wat zal ik eten? Heerlijk even 2 getoaste boterhammen met zoete aardappelspread. Die kan je bij de Appie halen. En avocado. Dit is echt een van mijn lievelings dit. Joey is hier, helemaal gezellig. Ik ga een bananencake maken. Met zonder een schaal. Dus ja, nee, zonder een weegschaal. Ja. We hebben het maar een beetje gegoogeld. Hoeveel is 150 gram bloem in liters? En toen stond er 288 milliliter. Dus dat hebben we nu gebruikt. We hebben het in de pan gegooid met, jij mag deze ei cracken. 3 eieren. Ja. Oh, look at you. Ik probeer chics te doen. Ik zal het recept wel even in de beschrijving neerzetten. 150 gram rozijnen. How do we know how much that is? 150 gram rozijnen moeten we dan kijken. 150 gram naar milliliters. Maar dat is wel moeilijk. Met rozijnen is wel lastig. 1 theelepel kaneel. Dat weet ik hoe dat moet. Oké, wacht. 100 hoeveel liever? 150 gram rozijnen. But then... Maar schat, wacht. It's gonna stick in there. Nee, ik ga het er niet zo in doen. Ik ga nu kijken hoeveel we ongeveer nodig hebben. Bij rozijnen. Wat? Ja. Hoe bedoel je? Nou, dan denk ik van, oh ja. Als je dit helemaal verdeelt zo. Nee, dit vind ik bizar. Nou, dit is ook een manier om een cake te bakken. There is no other option, babe. Oh, babe, I love this option. I think this is... So that's your intuition. Ja, dat denk ik. Dat dit wel 150 gram is. Hey, 150 gram is licht dan, toch? Ja, maar een kilo of een liter is een pak melk, hè? Dus het moet zeg maar een tiende daarvan zijn. Let's see how this comes out. Excuse me, schat, je hebt geen mixer? Wat wil je dan? Een mixer. Je bedoelt dit? Ja, maar elektrische mixer. Dit is elektrisch. Ja, this is a... How you blend things. Oh, dan doe ik eerst zo misschien dan. Misschien kan het met dat, maar ik heb dat nooit gezien. Nee? Maar het wordt een beetje een deeg. Kijk. Jeetje. Let me see. Moet er geen water of zo in? Wacht even. Nee, maar oké. Nee. Kijk eens even, wat lekker. Heerlijk wordt dit. We hebben bananen besteld net. Zodat we het af konden maken. Kinderen zijn ook al wakker. Heerlijk, schat. In de oven? Nu mag het in de oven. Ja, lekker. 45 till 50 minutes. Woo, watch out. I almost hurt you. Is this my baby? And which one do you bye bye. Nou, het ziet er perfect uit. Ik heb het eruit gehaald, want Elisa is bezig met de jongetjes. Maar ze zei de truc. The knife goes in the middle, and if it comes out dry like that, then she's good to go. Perf! Love it. Oké, het is inmiddels al veel later. Joey is al lang weg. De bananencake was trouwens vet lekker. Ik zal even het receptje delen in de beschrijving. Kan je hem altijd opzoeken. Het receptje heb ik van Jet. Ik ga in ieder geval niet te laat naar bed, want Wout die gaat...
weer naar het buitenland. Dus ik wil echt even gewoon scherp zijn de komende week. Want ik heb de jongens in mijn eentje. Doei doei. Lekker. Je voelt het gewoon. Het was zo'n vette les. Zo zwaar. Oh, maar geweldig. Hi, wij gaan nu naar Joe en de Juice. Even een koffietje doen. En ik moet eigenlijk de juice, want schat, ik voel me echt een beetje... I don't know, maybe I didn't eat enough. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Ik ben weer thuis. Ik heb een heerlijke les gedaan, zoals je kon zien, bij Rowen. Ach, en nu ben ik even koffie aan het maken. Ik heb even mijn tanden uitgedaan. En nu kan ik dus even koffie drinken en eten. En dan, ja, ik kan dus niet, zeg maar, nu koffie drinken en dan... Ja, over een half uur weer een koffietje kan, maar dan blijf je aan de gang met het aan- en uitdoen. Dus ik ga nu gewoon 2 koffies achter elkaar drinken, eten. En ik moet dus nu opeens gaan nadenken, ja, wanneer en hoe ik ga eten en koffie drinken. In ieder geval, Wout, die is vertrokken. Die heeft elke week weer boekingen voor modellenwerk, want je merkt gewoon dat overal nu... Ja, in de wereld de grenzen een soort van weer open gaan. En dat dus weer helemaal aantrekt. En hij is daar natuurlijk super blij mee. Want ja, door de hele corona-shizzle van de afgelopen paar jaar... heeft hij natuurlijk super weinig kunnen werken. Omdat het allemaal zo strikt was. En heel veel landen, die kozen gewoon modellen lokaal. Dus... Waar normaal een model continu wordt ingevlogen vanuit andere landen, gingen ze nu eigenlijk, weet je wel, Italianen gingen dan vooral Italiaanse modellen boeken en Duitse merken Duitse modellen. Nou, en nu merk je dus weer dat het weer helemaal aantrekt. Wat dus betekent dat ik inmiddels elke week wel 2 tot 4 dagen alleen met de kinderen ben. En tot nu toe gaat dat fijn, met ups en downs natuurlijk. Soms vind ik het wel zwaar en soms gaat het eigenlijk super goed. Maar wel dat ik denk, misschien moet ik wel een soort van backup plan hebben, weet je wel. Als Wout gewoon echt elke week in het buitenland zit, dan kan ik mijn werk eigenlijk steeds minder goed doen natuurlijk. Want ik ben dan gewoon full focus op de kinderen... En ik heb dan veel minder tijd natuurlijk om campagnes op te nemen en te vloggen en leuke Instagram posts te maken, content te maken. Dus ik moet er wel wat op gaan verzinnen, want zoals het er nu uitziet is meneer gewoon elke week 2, 3, 4 nachten weg. Dus ik ga even nadenken hoe ik dat ga doen. Maar nu eerst een heerlijk koffietje. Ik verwarm altijd het glas met heel heet water. Dat is echt een goede truc. Want dan blijf je koffie lekker lang warm. Dit is trouwens een zieke mom life hack. Omdat als je met de kinderen bent, dan zijn ze gewoon... Ja, dan vergeet je je koffie en voor je het weet is het koud. Dus dit is echt, nu is het helemaal zo lekker een warm kopje. Top. Oh, wat een hel. Dat vind ik gewoon echt niet. Ik denk dat ik een kat moet lenen. Ik zie er dus nu een. En ik zag er vanochtend ook al een. Als het iets is waar ik een hekel aan heb, zijn muizen. Oh. Misschien moet ik gewoon echt even een tijdje een kat hebben. Ja. Ja, in Amsterdam heb je altijd dat probleem, hè, met muizen. Even kijken. Jezus. Tegenwoordig, we hadden altijd hier een snackla met allemaal, hadden we hier altijd lekkere dingen in. En dat hebben we dus nu verplaatst, want de jongens die trekken dat dus de hele tijd open. Dat hebben we verplaatst naar dit kastje. Daarin liggen nu de lekkere dingen voor de jongens. Hier zit namelijk kinderslot op. Dus hier kunnen ze niet bij. Ik neem even 2 krakotjes mee. Het is weer veel later. Ik heb echt weer heel slecht gevlogd vandaag. Maar dat komt ook omdat ik gewoon
te veel moest doen en ik vergat het gewoon helemaal. Ik ga nu mijn make-up eraf halen en lekker slapen. Hopelijk wordt Wolf niet te vroeg wakker. En ja, misschien nog even lekker wat kijken in bed. Ja, dat ga ik doen. Boterham. Oh. Hè? Wil je maar één boterham? Oh. Wil je ook besje? Ja. Ja? Net als Wolf? Ja. Oké, ga ik besjes maken. Goedemorgen, het is 21:50. Luca heeft tot 8 uur geslapen. En Wolf tot 6:30. We zijn lekker aan het ontbijten met z'n drieën. Helemaal gezellig, hè? Moet ik een bakje pakken voor Luca? Even kijken. Waar is een bakje? Wat is er nou, lieverd? Wat is er, schat? Heb je au? Heb je daar een mooie auto, Luca? En de barste brandweerauto? Oh ja. Oh ja, waar? Ah ja, heb jij ook een mooi boekje? Ja. Wat goed, wat is dat? Bobby. Heb jij Bobby? Ja. Wat mooi is dat Bobby gaat logeren. Ja, brandweerauto. Brandweerauto, ja. Luca is echt obsessed van dit boekje. Ja, nog één. Wauw! En dit is? De auto. Hachu! Hachu, hij moet heel hard niezen, hè? Ja, een paard. Lama. Ja, is dat de lama? Ga je op, de lama? Fiets. Step. De jongens zijn zo lief aan het spelen, het is niet normaal. Ze zijn gewoon helemaal met hun knuffels nu ook in een soort fase dat ze helemaal een soort van liefde geven aan de knuffels. Dus die moeten dan ook een koekje eten of die moeten een flesje drinken of een dekentje. En dan gaan ze zogenaamd in bed stoppen. Het is te schattig. Wil jij geen deze niet meer? Alles moet ook op de grond. Ja. Klaar? Met de koekje? Ik ga even een sapje maken. Ja. Ja. Waar zijn mama's pantoffels nou? Waar zijn mama's pantoffels? Ja, weet ik niet. Zijn mama's pantoffels hier? Luca heeft pantoffels aan. Heel goed. Ik heb lekker jus d'orange, banaan, aardbei en bosbessen. Oh, wacht even. Ik wil even nog de poeders erin doen. Heerlijk. Timmermans oog. Wow. Gewoon precies één glas. Zo, ik ben even hun kamer in orde aan het maken. Ik wil nooit te lang beneden zijn terwijl zij alleen boven zijn. Want dan denk ik altijd, oh my god, wat gebeurt er? Dus, ik heb een nieuwe trui aan. Zo blij hiermee. Van Dolly Sports. Superleuk merkje. Ik had het besteld en helemaal een leuk kleurtje dit. I love it. Dus, ik zoek even... Waar is Wolf's pyjama nou weer? Waar heb ik die ook weer uitgedaan? Volgens mij in Luca's kamer. Ja, nou Wout is natuurlijk weg. Ik mis hem wel heel erg hoor. Echt, ja, ik moet er maar aan wennen jongens. Dat, ja, dat hij veel van huis is. Het is toch even anders als je alleen bent of zo. Maar goed, die jongens zijn zo lief en ik ben zo gek op ze. En het lijkt wel alsof ze het soort van voelen dat ze even extra lief voor mama moeten zijn nu mama alleen is. Dus dat is top. Nou, zoals jullie merken moet ik nog een beetje wennen aan die beugel. Oh my god. Ik kan nog steeds niet helemaal normaal praten, maar ik hoop dat dat ja, over een maand of zo het geval is. I don't know hoe lang dat duurt. Maar ik merk dat ik gewoon af en toe nog heel erg slis. Ik voel me helemaal zo'n ander mens. En ook als ik moet lachen en zo, ga ik helemaal zo'n ander gezicht doen. Heel raar. Maar goed. Oké, ik ga snel naar boven.
Even kijken of ik hier nog wat kan opruimen. Hier is het nog helemaal donker, jeetje. Oh, pyjamaatje van Loekie, knuffel van Loekie, Speen. Echt serieus, als tweelingmoeder dan wil je alles gewoon your shit together hebben. Je wil alles hebben klaargelegd, want ik merk gewoon als ik dat niet doe, dan is het zoveel stress en chaos. Het is heel fijn dat je altijd gewoon dingen op dezelfde plek legt. En nou, dat lukt me natuurlijk absoluut niet altijd. Maar nu ik alleen ben, probeer ik helemaal die routine te volgen. Want anders loop ik zo achter de feiten aan. Nee, ik ga snel naar boven nu. Yes. Ga je dansen? Ga je dansen? Happa, 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 happa. Goed zo. Ah, nee, 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 niet vallen. Je hebt eten in je mond, gekkie. Blijf maar zitten. Je bent zo actief, altijd. Altijd zo actief. I love you. Oké, ik heb Wolf en Luca in bed gelegd. We gaan een middagslaapje nu doen. En ik kan de hele berg was gaan doen. Maar ik ga wat veel leukers doen. Ik heb namelijk super veel pakketjes binnengekregen. En ik dacht, die ga ik even gezellig unboxen met jullie erbij. Want er zitten allemaal leuke dingen tussen. Dus ik zet jullie even neer. Zo. Dit is trouwens allemaal niet sponsored. Ik zeg het er maar even bij. Ja, deze had ik al uitgehaald. Nou, deze hebben jullie natuurlijk al gezien. Ik heb er ook een broek bij besteld. Vet leuk. Een medium. En hier staat dan ook Dolly. Ik vond deze kleur fantastisch en ik vond dit ook bij elkaar helemaal het einde. Dat ik dacht, ja, dat is echt een Elise outfitje. Lekker kleurrijk en ja, ik moet zeggen, de kwaliteit, vet goed. Heel erg stevig en ontzettend zacht van binnen, dus dat is top. Een pakketje, ik heb hem al uit de doos gehaald, van Tar Willow. Bye, als ik het goed zeg. Dat is een hele leuke chick. Die woont op Ibiza. Die heeft haar eigen kledingmerk. Die heeft daar ook een winkel volgens mij op Ibiza. En die vroeg of ze mij wat dingen mocht opsturen. Dus toen dacht ik, nou leuk. Ah, leuk. Zo schrijf je het. Zij heeft waarschijnlijk gezien dat ik van paars hou. Ik ben zo obsessief van paars. Kijk hoe geweldig deze top. I love it. Helemaal leuk. Helemaal zo heel strak. En hij is een beetje doorzichtig. Dus dan kan je er of een bikini top onder doen. Of een mooie bralette. Blij mee. En nog iets heeft ze gestuurd. Oh my god, wat leuk voor erbij. Oorbellen. Hoe geweldig. Deze smileys, dit is toch het einde. En dan met deze top. Ja, ik vind het, ik hou hiervan. Dan hebben we hier Charlotte Tilbury, nieuwe. Oh, die velvet nude ziet er vet uit. Dit zijn de kleuren. En deze lijkt me eigenlijk heel mooi. En dat is de Spice Bloom. Kijk van dichtbij. Oh ja. Oh, nou heb ik hem half kapot gemaakt. Nou ja, wel een hele mooie kleur. Kijk, ik zal hem binnenkort even opdoen. Zo leuk, ook met die lipjes op de verpakking. Zo leuk, ik heb al deze vrolijke sokken bij de Zara besteld. En deze schoentjes ook van de Zara. Ik vond het zo leuk. Luca heeft deze al aangehad. Helemaal cute. Want ik heb besloten, ik wil dat ze vanaf nu alleen nog maar kleurrijke kleding aan gaan doen. En heb ik ook deze broekjes besteld. Die zijn niet van de Zara. Maar die vond ik zo ontzettend snoevig. Deze zijn van The New Chapter. En ik vond dit zulke schattige broekjes. Het zijn een soort van flares. Nou, dit vond ik toch het einde voor Wolf en Luca. Sorry. Dit is toch helemaal te gek. Ik vind het zo snoevig. Ik zie het al helemaal voor me met die luierkontjes in die leggingachtige stof, echt geweldig. Met die schoenen, love it. Dan hebben we dit grote pakket
van Lizzie van Café Noir Studio. Wat lief. Super lief. Wat leuke dingen allemaal. Het is, jongens, een... Volgens mij een heel lekker trui of vest. Oh ja, wow, wat zacht dit. Geweldig. Kijk even. Helemaal zo'n lekker ding. Oh, ik vind het heel leuk. Ook zo op een trui. En ik vind dit te gek. Dat die mouwen een beetje zo... Zo zijn. Een beetje spaceship. Nee, ik vind dit oprecht super leuk. En lekker warm, lekker zacht. Oh, het heeft ook zakjes. Vind ik altijd zo chill. Anders kan je je handen niet kwijt. Heel leuk. Als je niet weet hoe je het spelt, dan... Zie je het nu? Le Café Noir Studio. Ik heb echt zo lang trouwens geen pakketjes meer aan jullie laten zien. Omdat ik... ja, had ik bewust even een tijd niet gedaan. Omdat ik heel erg dacht van... Jeetje, ik krijg zoveel opgestuurd. En het is zo geweldig natuurlijk dat ik dat allemaal krijg. En ja, ik had gewoon... Ik weet niet. Ik voelde me een soort van... Ja, schuldig wil ik niet zeggen, maar... Ja, ik weet niet. Gewoon, ik voel me gewoon opeens niet meer zo prettig bij om dat allemaal te delen. Ja, ik vind het soms ook wel heel leuk om te zien bij anderen. Als iemand dan helemaal alle pakketten laat zien, dan denk ik, oh wat heerlijk. Dan kan ik dan helemaal zo bij wegdromen en ben ik helemaal zo nieuwsgierig wat erin zit. Dus toen dacht ik eigenlijk deze week, weet je wat? Ik ga het gewoon allemaal laten zien. In ieder geval, dit is ook een nieuw pakketje van mijn favoriete Brow Chick. Zij doet altijd mijn wenkbrauwen. En zij is de founder. Wacht even. Ik dacht dat ik alles zonder schaar kon doen. Maar schijnbrief. Ik had het over Fabienne van de Brow House. Zij zorgt er eigenlijk altijd voor dat mijn wenkbrauwen en fleek zitten. En zij heeft nu... voor thuis een brow kit ontworpen. Oh, wat leuk. Oh, wat geweldig. Ik hou hiervan. Leuk. Kijk, krijg je zo'n zakje erbij. Met allemaal dingetjes voor je brow. En het lift serum zit erbij. Dus je kan nu gewoon zelf thuis je wenkbrauwen liften. Wat vet. Heel dik dit. Welk pakket gaan we nu doen? Deze grote. Halariotseke. Halariotseke. Woo! What is this? Oh my goddy. Reebok. Yes. Hier krijg ik ook zoveel vragen over trouwens. Ik heb toch heel vaak een blauw joinpak aan. Van Reebok. Nou, ze hebben dus nu een andere kleur van dezelfde collectie gestuurd. Het is helemaal een beetje ook zo'n vintage vibeje. Lekker oversized. Helemaal zo'n heerlijk chillpak. Leuk. En de collectie die heet de Natural Dye Collectie. Nice! Hier ben ik echt blij mee ook. Nou, dit waren de pakketjes. En ik ga nog even nu wat was opruimen en boven de keuken opruimen voordat de jongens wakker worden. Al deze leuke spullen even in de kast doen en opbergen. Yes. Panda. Wow, wat kan je hoog gooien. Papa. En pannen. Ik hou pannen. Panda is in de plant nu, hè? Ja. Gooi je hem daar zomaar in? Pakken. Ga je hem pakken? Ja. Oké, maar misschien
Misschien is hij een beetje vies. Ja. Gaan we even kijken. Vies. Pak hem maar, dan gaat mama kijken of hij vies is. Ja. Vies. Ja, hij is een beetje vies op zijn hoofd. Zie je dat? Mama schoonmaken? Ja. Kijk, hij is weer schoon. Hij is weer schoon. Ja. Neem je hem mee? Ja, gooi. Gooi. Hij is schoon. Ja. Hey, Adje! Hey, nu is hij hier. Oké, ja. Wat is dat? Lekker maar terug, schat. Ja. Alles uit die lades pakken, hè? Dat is niet de bedoeling. Nee. 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 Die moet daarin, hè, liefje? Oh ja? Ja, oh ja, nee, hier tussen. Kijk. Zo. Ja. Goed zo. Ja. Wat ga je allemaal pakken dan, lieverd? Oh. Oh. Hey, dat is van papa. Dat is van papa. Dat is bananenchips. Bananenchips. Ja, bananenchips. Dat is van papa. Dus dat gaan we even wegdoen. Zo. Zo eigenwijs. Komt er nog eentje bij kijken, hè? Dat is mijn Wolly die ik hoor. Help, 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 help. Lekker in de doos. Het leukste speelgoed wat er is. Gewoon een kartonnen doos. Erin en eruit. Waar ga je helemaal heen? Lekker tegen alle plinten aan. We love it. Wauw, kijk eens, een auto. Dat is mooi. Oh ja. Alles moet op de grond. Net allemaal opgeruimd. Joe. Gaan we een leuk boekje lezen, jongens? Het is al hartstikke laat. Eerst even pyjama aan. En jullie moeten wel eerst nog pyjama aan, hè, schatjes? Eerst nog pyjama aan. Voordat we gaan lezen. Wie wil er als eerste een luiertje aan? Lievertje? Tijger slapen, hè? Net als Luca. Gaan we de tijger lezen. Zo'n leuk boek. Oké, de jongens die zijn naar bed. En ik ga heel hard chillen. Ik ben kapot. Oh, het liefst, misschien ga ik dat ook wel gewoon doen. Ga ik gewoon lekker heerlijk al op bed liggen. En hier gewoon op mijn laptopje iets kijken. In plaats van boven op de bank. Ja, dat ga ik doen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe vlog. Mwah.